Ik heet Mohammed Dahmani. Ik werk voor de vakbond als consulent collectief Agrarisch Groen Zuid-Holland. Vanuit mijn werk ben ik betrokken met internationaal vakbondswerk, onder andere door projecten en in het bijzonder project Marokko. Project Marokko is een genderprogramma gericht op vrouwen werkzaam in de agrarische bedrijven. Worden de werknemers goed behandeld, krijgen de vrouwen ook gelijk hetzelfde loon als de mannen. Vaak gaat het mis. Het is niet zwaar van haar. Ik kan het maar 15 jaar. Ik kan het kader van de ojra die is 16 dram van haar. Rijf met drasa, l'aïad. Schmier, safi, met ik vies dat ik zie wel ik in radien maar ook. De Agrarisch Vakbond in Marokko wil graag de positie en de capaciteit van de vrouwen versterken in bedrijven en binnen de organisatie de vakbond. Vaak weten de vrouwen niet wat hun rechten zijn. En de vakbond in Marokko wil in de komende jaren meer aandacht geven aan het informeren van de vrouwen. Ik zie dat we de naqaba hebben, dat we de recht hebben. Dat we veel hebben. الحلم ديالي الاول هو يكون عندنا القوانين ديالنا ويتحقق هذا الشيء ولا تحقق نكونوا فرحانين وتزادنا شويه في الصالون زادنا شويه في الاجره ديالنا In het afgelopen 4 jaar is de Marokkaans Agrarisch Vakbond enorm gegroeid. De vrouwen beseffen dat zij binnen de organisatie, binnen de vakbond hun belangen kunnen goed behartigen en ze beseffen ook dat zij gezamenlijk de problemen kunnen oplossen.